Nu merk ik toch wel dat iedereen om me heen er heel erg ongemakkelijk van wordt. als ik die camera erbij pak. Ik heb je wel eens een stukje uitschiet? Dat je denkt. oh, film. Oh, nee, ik heb het niet bij. Huh. dat je iemand op zijn mel slaapt. op. En dan heb ik de hele dag. een soort van. schuldig kutgevoel over me heen hangen. Ik vind het zo moeilijk om aan niks te denken. dat lukt mij bijna niet. Welkom bij de Effen Relativeren Podcast. Hoezo noem je het zo? Ja, zo is het een theatershow ook. Ja, yeah, ja. Yeah. En ik dacht van, weet je wat? Dan maak daar gewoon één groot merk van. Even relativeren, jouw dingetje. Ja, gewoon lekker slap ouwe hoeren. Het leven een beetje relativeren. Ik voel me echt een radio-DJ als ik mezelf zo. Ja, ja, en ook met het geluid hoor je echt zo. Ja. <laughs> het is je wel lijkt op. ook een beetje op Domin. <laughs> Jij lijkt een beetje op Frank Dane. <laughs> met gebonden haar. Oh, ik dacht Frank van 3FM. Ja, hoe heet hij ook weer? Nee, van Melende. Uh, ja, Frank van Melende, ja. Nee, daar wil ik je niet mee vergelijken. Die gaan er twee weken naar huis als die op een eiland heeft gezeten. <laughs> <laughs> is hij zelf naar huis gegaan? Ja, ja. Lowlands en pingpong begonnen. Oh ja. <laughs> nee. Die moest gewoon werken. Nee, hij miste zijn vriendin toen. Ja. ja. Eigenlijk mag jij daar nog niks over zeggen. Nee, want... ik zeg daar ook niks over. Nee, nee, want jij bent ook een paar keer gevraagd voor Expeditie Robinson in het verleden, toch? <clears throat> dat klopt. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat mag zeggen. Nou ja, dat je me gevraagd mag toch wel? Twijfel je erover nog steeds? Ja? Ja. Ja. Maar wat is, wat is de grootste reden om het niet te doen en de grootste reden om het wel te doen? Nou, iedere keer. Uh, nou, ook de grootste reden om het niet te doen, is omdat ik. Uh, ik ken mezelf. En ik weet dat als ik een beetje honger heb, dat ik niet de allerbeste versie van mezelf ben. Nou ja, dat is natuurlijk wel wat je gewoon constant hebt daar. Maar ik hoor dus van iedereen dat dat eigenlijk nog wel meevalt. Op een gegeven moment dan wen je wel aan die honger. Maar um, toch lijkt me dat wel uh, ja, een dingetje. En ik, het lijkt me heel lastig om lang van huis te zijn. Ik heb ook best wel snel heimwee. Ja, ja dat, dat, dat stukje honger, dat krijgt iedereen. Maar dat, is ook, dat zegt iedereen. Ja, ik ben zo chagrijnig als geen eten. Maar dat heb je hier. Hier ben je bent gewend ja. dat je kan eten. Dus dan... Want er ligt daar een banaan. Ja. Dus ik wil hem eigenlijk nu gewoon eten. Precies. Ja. En daar leg je er wel bij neer dat dat niet zo is. Ja. Nou, en het lijkt me heel lastig om dan op dag één in je kamp te komen. En erachter te komen dat alle mensen met wie je bent, dat je die eigenlijk niet zo flex vindt. En in jouw geval. Is die kans groot? Ja, dat is wel zo. Aan de andere kant, je krijgt ook wel weer met uh, mensen een hele uh, sterke band. Klopt, dat vind ik dus ook mooi. Je, je, je creëert wel een bepaalde band met mensen die zo bijzonder en anders is dan hoe je normaal gesproken iemand leert kennen. Dus dat lijkt me heel mooier aan. Ja. En het lijkt me juist mooi dat uh, de dingen waar je dan moeite mee denkt te gaan hebben, dat je die kunt ervaren. En uh, ja, dat je zelf erachter kunt komen of je nou echt last van mee hebt. Of dat je nou het echt zo moeilijk vindt om met uh, mensen om te gaan. Die in eerste instantie misschien niet zouden liggen, maar dat je dan juist er moeite voor gaat doen om dat wel voor elkaar te krijgen. Ja. Ik denk ja, dat het voor jezelf heel goed is om mee te doen. Ik denk dat het wel echt een soort van enorme. Ja, hoe zeg je dat? Zelfontwikkelingsproces. Ja, is. Om ik denk op dat, dat je er heel veel uit en... kunt halen. Ja. ja. Is ook wel zo, maar het is wel. Uh, mensen zeggen vaak dat je dan. Terugkomt als een ander mens en je bent veranderd. Maar als zodra je terugkomt in die maatschappij, dan val je ook wel weer ja. in je oude patronen. Ja, ik hoor wel van iedereen van. Yo, en toen daarna kwam ik in de supermarkt. En dat mensen zeg maar dan 5 kilo zijn afgevallen. En dan daarna de 15 kilo aanvreten. En weer ja. gewoon dezelfde consumerende horken zijn als dat ze daarvoor. Maar dan nog een keer 10. dan dat ze daarvoor waren. Ja, en je zegt ook van, uh, oh, ik kon eigenlijk heel goed zonder telefoon. Wat was het lekker zonder ja. telefoon? En als ik terug ben in Nederland, ga ik dat ook doen, maar dat doe je niet. Want nee. Je hebt daar geen telefoon, dus kan je goed zonder telefoon. Ja. Wat wel leuk is, is dat het aanpassingsvermogen van de mens dus enorm is. Ja. En dat je jezelf dus heel makkelijk kan aanpassen. Maar om Frank uh, uh, nog wel even te verdedigen, uh, heimwee is wel echt. echt ja, een ding. man. Want als jij wakker wordt met fuck, ik wil naar huis en je gaat naar bed met fuck, ik wil naar huis ja. en je slaapt eigenlijk niet en je kan alleen maar denken aan thuis en dat daar alles beter is, dan snap ik dat je echt wel denkt. Wat doe ik hier? Ja. Ik ga gewoon. Ik snap dat heel goed. En jij hebt een dochtertje, dus. Ja, ik, ik, ik kan me namelijk heel goed inleven uh, in het feit dat, dat je zou zeggen: van weet je wat? Fuck dit. Ik ga gewoon echt naar huis. En als ik dat zie, dus bij andere mensen, denk ik, ja, wat jammer. Maar ik denk dat ik zelf dus ook zo ben. Mm. Dus ik wil er eigenlijk, ja, dan denk ik, als je het doet, moet je het goed doen. Maar ik denk ja. dat ik dat zo moeilijk vind. Nee, wat je, als je gaat, dan moet je dus rekening houden met het feit dat niet. Uh, alleen hongervervelend is, maar ook dus heimwee dat dat een groot ja. onderdeel is van het proces en dat dus ook gewoon een deel is van, van het overleven. Je ja. overleeft je heimwee. Ja. En ja, ik had daar wat minder last van. Ja, ik had natuurlijk miste mijn vrienden, en mijn, mijn ouders, uh, mijn broer, maar ja, ik dacht ik zie ze binnenkort wel weer, max ja. vijf weken en dan ben je terug. Ja. Maar ja, als je echt elke dag jankend wakker wordt omdat je terug wil naar je vriendin of naar je dochter of naar je moeder. Ja. ja. Dat is fucked up hoor. Ja, precies. Want ik, uh, je, je hebt... Dus toch al geen telefoon van het moment dat je gaat reizen daar naartoe. Ja. Maar die reis alleen al duurt drie dagen. Ik, ik word al helemaal gek als ik denk aan het feit dat ik al drie dagen onderweg ben, nog niet eens een dag op dat eiland heb gezeten, maar al drie dagen niet weet hoe het met mijn kind gaat. Ja. En al drie dagen niet weet wat zij doet, of hoe laat ze in bed ligt, of wat ze heeft gegeten. Daar word ik helemaal naar van. Mm. Dus, maar dan juist denk ik van, ik ben best wel een control freak soms. Misschien dus is het juist wel lekker om dat te leren loslaten een beetje. Maar ik, oh, als ik er nu aan denk, dan zo lang onderweg te zijn en dan niet eens even hard te kunnen spreken of zien, ja, daar word ik helemaal gek van. Ja, snap ik. De mensen die eruit komen en die dan een brief krijgen van een kind oh. of, of een vrouw of zo, die moet ook het zo hard houden. Oh, ik zag ook een keer zo'n zieke proef. Um, dan moesten ze volgens mij op een balk staan of zo. Het was niet een bizar lichamelijk zware proef. Maar dan stonden ze dus al... Weet ik, Volgens mij was het zelfs in jouw seizoen. Ja. Met uh, nieuws ook en zo. Dat, dat dan ineens gingen ze video's afspelen. Ja, reden. daar stond ik bij. Ja, ja, klopt. ja, met dat... Oh, toen moest jij niet. Toen gingen zij strijden om te kijken wie met jou op dat eiland moest. Ja, dat zo. was echt sadistisch Dat gewoon. was ziek. Ja. Toen dacht ik echt van... Yo, ik zou echt breken gewoon. Ja. Ik zou echt het water in pleuren en zeggen... Breng mij nu... Nu, nu. En dat lijkt me nog erger. Dan ben je klaar mm. en dan moet je weer drie dagen naar huis reizen. Of moet je nog wachten totdat je naar huis mag. Mm. En dan ben je pas een week later weer thuis of zo. Dat is echt... Oh. Ja. ja, die proef daar... Um, zij moesten een, een, een soort telsom maken. Dus zij moesten heel geconcentreerd zijn. En ondertussen werden de stemgeluiden en beelden van hun familieleden afgespeeld. Waardoor ze dus, dus helemaal hoor. fucked up raakten. Dat kan je niet maken. Wie bedenkt dat? Dan ben je gek. Ja, er zitten een paar uh, hele... Ik weet ook nog wel dat dat volgens mij het seizoen van jazz. Dat toen bij het samensmeltingsdiner. de twee zwaksten. die moesten aan zo'n spies boven dat diner hangen. En degene die het langs bleef hangen. die mocht dus ook gaan eten. Maar mm. dan denk ik: dit kan je niet maken. Ja, dan krijgen al die geuren naar boven. Dat die mensen daar boven dat vreten moeten gaan hangen. Terwijl ze al twee weken niet, niet iets van. Iets fatsoenlijks hebben gegeten. Gewoon dat. Maar dat maakt het. En dat is niet omdat ik het presenteer. Uh, maar dat maakt het toch ook wel een van de beste reality programma's. Tuurlijk. Die er zijn omdat je zo teruggaat naar een soort van oermens. Mm -mm. En, en dat je zo op de proef wordt gesteld op allerlei. Manieren. Je kan daar ook geen maskertje op houden. Snap je? De, de, nee. Je merkt wel aan het begin vaak hè, mensen zijn jolig en ja. weten donders goed dat de camera's in de buurt zijn. Maar geloof mij, na vijf, zes dagen zakt dat weg. Ben jij gewoon er zit aan overal het overleven? Zand, weet ja. je wel, je, je hebt overal vlooien beten. En op een gegeven moment kom je toch op het punt dat je denkt: Ja, weet je, wel, ik ben op dit moment gewoon chagrijnig. Het interesseert me geen fuck dat ze nu staan te filmen. Ja. Ik laat het gewoon zien. Ja. En dat vind ik wel mooi aan het programma, want je krijgt wel echt een soort ware aard te zien. Ja maar dat is ook gelijk de valkuil. Veel mensen durven daarom ook niet mee te doen, omdat ja. ze weten van ja, ik weet niet of ik die leuke zelf kan zijn die ik mezelf normaal altijd, ik zeg maar, ik presenteer mezelf normaal gesproken op een bepaalde manier op televisie. Ja. Die mensen weten niet of ze dat hoog kunnen houden als ze nee. op zo'n eiland zijn. Nee, en terecht. Maar daar moet je ook schijt aan hebben, denk ik. Nee, is ook zo. Het, is, het maakt het wel echt. Eigenlijk maakt het je echter dan echt, want ja. dit is letterlijk terug naar de kern. Overleef maar en kijk maar wat er van jezelf over is. Ja, ja, wel eng. Ja. Ik zou je ooit nog wel op een eiland willen zien zitten. Ik ga ooit wel meedoen. <laughs> Oké. Okay. Ja. We komen erop terug. We komen erop terug. En, en Sarah is hier natuurlijk niet de enige die je nu achterlaat hè? Nee. We hebben ook nog Robbedoes. Ja. Hoe is mijn Robbedoes? Je zijn echt verliefd hè, Saampies? Ik mag daar niks over zeggen. Echt niet? Oh. Nee. Van wie niet? Van je management? Nee, uh, die serie, Verhaallijn. Uh, uh, Oké. Okay. Mag je wel eens over reality show zeggen? Uh, ja. Oh, je wil ons natuurlijk nog een, ja, oké, okay, nou, top, is goed. Hey, uh, reality show. Ja. Op een gegeven moment belde je me, op je zegt, k, ik ga stoppen met vloggen, ik heb er geen zin meer in, kost veel werk, het is, uh, ik doe het al vijf jaar, kan me dat ook goed voorstellen, toch? Ja. Althans, je hebt het wel altijd leuk gevonden, maar ik kan me goed voorstellen, je op een gegeven moment op een punt komt dat je denkt, even iets nieuws. Ja, klopt. Maar ik ben niet gestopt met vloggen. Oké. Okay. Dat doe ik nog wel steeds. Oké, okay, maar dat dat heeft wel even door je hoofd gespookt. Ja, zeker. Denkt. Ja, nee, tuurlijk. Uh, ik krijg ook heel vaak de vraag van hoe lang denk je dit nog te gaan doen ja ik weet dat echt niet nee. het moment dat het me echt tegen gaat staan kijk nu heb ik echt nog wel um, ik had gisteren bijvoorbeeld een video geüpload en dan kreeg ik ineens best wel onverwacht hele leuke reacties op toen dacht ik ik vind het eigenlijk toch... dan haal ik er wel weer echt plezier uit maar ik kan me voorstellen dat als ik uh, een paar weken achter elkaar video's upload en ik ben er niet blij mee en comments minder leuk dan dat ik op een gegeven moment wel denk van ja het moet me niet tegen gaan staan op het moment dat het me echt gaat tegenstaan dan moet ik er gewoon mee stoppen ja maar je hebt wel vaker al, zolang als dat ik je ken... heb je wel vaker in zo'n fase gezeten dat je twijfelt. Ja. En uh, je wordt eigenlijk... Uh, soms word je heel erg naar beneden gehaald... ook door de energie van, van je comments. Dat ja. mensen merken dat je er minder tijd aan besteedt. En dan heb je zoiets van, weet je wat? We kijken het allemaal maar. Ja. Maar op het moment dat je dus weer er even in zit... en je voelt die energie terug van je publiek... dan krijg je ook wel weer. motivatie. Klopt, dat is motivatie. het echt, ja. Ja, dat is het echt. En um, ja, uiteindelijk... Uh, wil ik gewoon altijd iets doen wat ik echt leuk vind om te doen. Dus waar ik ook energie uit haal. Maar ja, het is logisch dat als je vijf jaar dat doet, dat dat niet altijd hetzelfde is. Maar um, ik vind het ook alweer leuk om... Dit is eigenlijk een van de weinige dingen in mijn leven die ik al zo lang doe. En nog steeds steady blijf doen. Mm -hmm. Dus aan de andere kant denk ik ook weer van ja, ongeacht dat het af en toe iets minder leuk is. Of ik vind toch altijd wel weer de motivatie terug tot nu toe. In hoeverre zit dat vloggen nou echt, echt in je... Een soort van vaste dagelijkse ritme of zo. Heb je als je een dag die camera bijvoorbeeld niet meeneemt, heb je dan wel eens dat je denkt van shit, ik mis iets vandaag? Ja, ik vind dat zo raar ja. en dat vind ik ook heel vaag. Want dan denk ik van, stel voor dat ik ermee stop, dan hoef ik nooit meer iets te filmen van mm. mijn leven, wat ik doe. Um, en aan de ene kant denk ik, oh dat is lekker. Aan de andere kant denk ik, dat is zo raar, want ik doe het al vijf jaar. Dat ja. is, het is gewoon echt iets normaals voor mij geworden ja, raar hè, dat is gewoon pure gewenning. Ja, het is hetzelfde als dat ik even mijn telefoon pak om op Instagram te kijken, uh, pak ik die camera erbij. Ja, heb je wel eens dat je uitschiet, dat je denkt, oh, film, oh, nee, ik heb het niet bij, Hup, dat iemand op zijn mel slaapt. Oh, ja, heb ik echt vaak. <laughs> Zo'n uitklaparm. Nee, nee, maar als jij als je teruggaat, jij hebt nu uh, denk ik een YouTube kanaal vanaf je 19e, ja. 20 je bent nu 25 dus in, zeker in een beginvlog die elke dag, toch? Ja, klopt. Ja, als je dan gaat terugrekenen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je nu op een punt komt, want ik had dat na een jaar vloggen al. Ja. Um, dat je op een punt komt dat je denkt: ik geloof het wel even. Ik vond jouw vlog trouwens wel echt heel erg leuk. Ja? Ja. Ik had laatst iemand die. Uh, ik was eigenlijk helemaal vergeten dat ik, uh, dat ik dat überhaupt deed. Want ik ben nu al 2,5 jaar gestopt of zo. En ook nou, natuurlijk nooit zo heftig als jij. Ik, heb dat, ik had dan één keer per week een ja. soort van week uh, overzicht. En dan ging je eigenlijk voornamelijk in de auto een beetje lullen. Ja. Over, ja, over wat je die week had gedaan en dan wat fragmentjes. Dus, ja, ja, precies. Gewoon dat lullen lukte wel. Maar ik vond het wel heel ongemakkelijk om die camera erbij te pakken. Zeker omdat mijn vrienden er niet zo van zijn. Ja, klopt. Mijn ik, familie ook niet. Nee. Dus ik, mijn, eigenlijk, ik kon van mijn privéleven vrij weinig laten ja. zien. Dus het was eigenlijk altijd een beetje van. Ja, oké. Okay. Ik heb dus ook al op stories dingen gezet over dat ik hier aan het filmen ben. Ga ik ja. dan nu ook nog over vloggen? Ja. Ik vond het allemaal dubbel op. Klopt. Dat dat herken ik ook wel heel erg. En ik moet zeggen dat toen jij aan het vloggen was, was je volgens mij mijn leeftijd. Uh, en wat ik ook wel merk is dat mensen om mij heen daar veel minder op zitten te wachten. Ja. Iedereen wordt gewoon volwassener. En ja. dan heb je niet zo'n zin in een chubby bunny challenge van YouTube. Nee, En dat vinden niet veel. Dat... Challenge, ja. ja die en... zou je wel en niet doen. Juist, ja. die video's hebben wij ook gemaakt. Die maar... video's hebben wij ook gemaakt. Nou, dat vond ik hartstikke leuk om te doen, maar ik merk gewoon dat uh, toen ik begon met vloggen woonde ik samen met Femke en Anthea. en ja. waren we 18, 19 en vonden we het superleuk om onze video's te maken eigenlijk. En dat was ook heel erg leuk, want dat kwam echt puur vanuit alles wat we zelf wilden. Maar ik hoef nu echt niet aan te komen bij uh, Femke met 'Kom we gaan uh, de Fuck Mary Kill Challenge doen'. Dan kijken ze me echt aan van. Ja. ben jij niet goed. Ja, snap ik. Dus dat, uh, het, mijn leven is gewoon een beetje veranderd uh, ten opzichte van toen. En het, is, het maakt het niet minder echt, alleen je laat gewoon minder zien. Mensen hebben die behoefte niet meer zo. Vooral om mij heen. Ja, vroeger was het gewoon allemaal langlevend lol. En nu merk ik toch wel dat iedereen om mij heen er heel erg ongemakkelijk van wordt... als ik die camera erbij pak. Ja, dan denk ik ook nog dat jij destijds één van de um, eerste vloggers in Nederland was. Ja, uh, samen met nog een groepje, denk ik. Wie waren dat destijds? Uh, nou, de enige die, die, ja, Mascha en Enzo Knol. Die dat waren de enige die dagelijks vlochten op dat moment. Ja. Ja, en toen was dat echt een nieuw ding, een soort nieuw fenomeen. Ja. Uh, dus dan dan bouw je een soort van uh, achterban op die daarin meegroeit en ja. uh, van je gaat houden of uh, of 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 je gaat haten. Ja. Uh, maar uh, ja, vijf jaar later. 8000 vloggers verder ja. is het fenomeen van vloggen ook wel een beetje opgedroogd is mijn gevoel ja. en 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 ja um, denk je dat die behoefte er nog nog steeds is aan aan dagelijkse content vanuit jouw volgers of denk je dat mensen daar een beetje overheen gegroeid zijn nou bij mij sowieso niet denk ik nee niet uh, overheen gegroeid nee dat die behoefte er niet meer is okay. om iedere dag een video te uploaden uh, maar ik denk wel dat onder weer de jongere generatie, dat er nog wel is. Mm. Um, er zijn genoeg jongere meiden die kijken, mijn leven is ook best wel veranderd ten opzichte van toen. Yeah. Ik ben moeder geworden, mijn leven, mijn interesses, het is gewoon allemaal heel erg anders geworden. En ik kan me voorstellen, als jij dertien uh, bent, dan vind je het niet leuk om te kijken naar een, een meisje van 25 die moeder is en uh, af en toe is film dat ze naar een opname gaat of thuis is of koekjes bakt met haar kind. Yeah. Um, en dat je het dan leuk vindt om naar een meisje te kijken... die video's maakt over hoe je je schooltas oppimpt. Mm. Maar ja, dat ga ik niet doen. Nee. Dus ik denk dat die behoefte van, van dat soort content... is er zeker nog wel, maar... Alleen jij bent er zelf ook qua leeftijd... en qua, ja. qua doen en laat overheen gegroeid. En dat ik spreek nu weer een hele andere doelgroep aan. Uh, maar die zijn minder... Uh, uh, die zijn ook volwassener. Dus die hebben minder de, de behoefte voor een Chubby Bunny Challenge of zo. Wat is een, een Chubby Bunny Challenge? Dat is dat je allemaal spekjes in je bek propt... en dan zegt Chubby Bunny bij elk spekje. En ja, totdat je er bijna van gaat kotsen. Ja, het is echt te goor voor woorden. Daniek en ik doen het nog wel eens voor de lol. Als we gewoon. Uh, ja, als Daniek mij wat in de bek kan proppen... <laughs> dan vindt ze het al lang goed, toch? <laughs> zo is ook zwanger geworden, hè? Ja? Via een <laughs> spekje? Ja. Oké, okay, ik ben benieuwd wat eruit komt dan straks. <laughs> een marshmallow. Een marshmallowtje. Nee, maar... Um, dan zijn er misschien natuurlijk wel een hoop mensen die zich nu afvragen: Oké, okay, uh, je vlogt nog steeds? Je hebt dat ook altijd gedaan. Waarom dan de keuze om een reality show te maken? Um, nou ja, eigenlijk omdat ik wel zoiets had van mijn um, vlog zijn minder persoonlijk geworden. Hoe komt dat dan? Ja, omdat ik dus minder de behoefte heb om te delen. Omdat, uh, ja, ook ik wilde mijn dochtertje niet meer in beeld hebben. Dus dat, ja, de, daar spendeer ik wel de meeste tijd van mijn leven mee. Dus dan wordt het al veel minder persoonlijk. Um, ik ging denk ik ook door een minder leuke periode, omdat um, Lars en ik uit elkaar. Er is best wel veel gebeurd mm. in de afgelopen maanden. En ik denk dat het gewoon te pijnlijk was voor mij om zelf te gaan delen. En als, um, als er dan een andere uh, camera meedraait, dan voelt dat voor mij heel anders. Dan voelt dat minder als dat ik het zelf deel. Ja. En ja, die behoefte, ja. Ik bedoel, dat. Is, dat komt natuurlijk tot stand in een gesprek. Van, goh, wij zouden graag dat met jou willen doen. We wil daar zo over nadenken. Ja, het is niet vanuit mij gekomen van ik wil een eigen show. Voel je dan ook uh, schuldig naar je, tegenover je publiek? In het begin dat je denkt: van Ja, ik, ik, ik zou wel dingen met jullie willen delen, maar ik zit in een fase van mijn leven waarin ik me gewoon niet zo goed voel. Um, ik heb mijn dochtertje die ik eigenlijk wat wil gaan beschermen tegen uh, ja tegen de, tegen de fame misschien wel of, of of de reacties van mensen over van hey ik vind dat ze een raar staartje heeft of ja. ik vind dat je er raar aankleedt wat ja. zo gestoord zijn mensen tegenwoordig om ja. om kinderen af te kraken dat soort dingen um, maar tegelijkertijd voel je dan misschien ook wel naar je vaste fanbase bijna een soort van schuldig dat je dus niet meer alles kunt laten zien wat je ze misschien wel zou willen laten zien ja klopt um, het voelt inderdaad wel een beetje omdat aan het begin deelde ik natuurlijk alles en iedere dag en daarmee heb ik wel het bereik wat ik nu heb gecreëerd. Dat komt wel echt omdat ik iedere dag upload en dat mensen echt soort van mij hebben leren kennen op die manier. Dus ik snap wel heel erg dat dat voor mijn echt ja soort van vaste kernkijkers best wel gek is dat het dan nu best wel veel op afstand lijkt eigenlijk. Ja. Maar ja aan de andere kant ja schuldig. Ja, ik weet wel dat in die end ben ik niemand iets verschuldigd. En als ik dit echt niet leuk meer vind... en als ik het echt niet meer wil... en het past gewoon niet meer bij mij... dan kan ik er ook morgen mee stoppen... en dan ga ik iets anders doen. Nee, tuurlijk. En dat is ook je goed recht... en ook logisch dat je dat denkt en vindt. Want zo is het ook. Maar tegelijkertijd... heb je natuurlijk wel een, een vaste fanbase... die misschien wel van jou verwachten... Ja. dat je blijft delen... en dat je open en eerlijk bent... en dat ze alles van je willen weten. Ook als je huilt... ook als je verdrietig ja. bent. En je hebt een dochter... en die willen we zien... En die druk misschien, misschien dat je die druk ervaart en dat dat ook misschien ja. wel uh, dan bijvoorbeeld een schuldgevoel Klok. richting je fanbase oplevert. Ik heb dat heel erg als ik bijvoorbeeld een dag uh, wel bezig ben met dingen en dan dat ik ineens om drie uur denk shit, die camera heb ik er niet bij gepakt. Ja. Dan heb ik de hele dag een soort van schuldig kutgevoel over me heen hangen. Ja. Dat ik weet van, oh ja, eigenlijk zou ik dit dus moeten filmen. Ja. Dat, is best wel, uh, ja, dat is best wel aanwezig. ja. ja. Hey, en bij je vlog heb je, heb je zelf de controle. Je weet wat je, wat je filmt. Je weet wat je edit. Uh, dan ga je een reality show doen. Er wordt gevraagd: eenmaal hey uh, vind het leuk om uh, iets van jouw leven te filmen. Jij denkt top. Ja. Hoef ik even niet meer te vloggen. Kan ik op die manier toch een gedeelte van mijn leven laten zien? Hoe is de, 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 Wat is het grootste verschil tussen je eigen vlogs en die reality show? Mm, ja, dat, er, dat ik de regie niet in handen heb. Ja. En het verschil is ook wel heel erg dat, ongeacht dat het een reality show is, um, dat het. Toch nog wel geregisseerd is, ja. Dus er worden bepaalde verhaallijnen bedacht, daar ga je akkoord mee. En mm. kijk, tuurlijk, omdat het reality is, kunnen die verhaallijnen zich ontwikkelen hoe ze ook maar gaan lopen, want ja. daar kun je geen invloed op uitoefenen. Maar um, ja, er worden wel verhaallijnen geschreven, als in we willen dit en dit en dit laten zien. En dat is dat heb ik in de binnen... vlogs niet. Maar wel verhaallijnen binnen je huidige leven, toch? Ja, ja, ja. Wordt dus niet, niet verzonnen nee. van. Uh, jij bent nu verliefd op de kaasboer. Nee, nee, dat <laughs> wordt niet verzonnen, nee. Jij gaat nu 100.000 euro pinnen voor Kai Gorgels. En dan gaan we dan af, afgooien bij hem. Dat wordt niet verzonnen, want dan ga ik ook nog een paar verhaallijntjes bedenken. Nee, dat wordt niet verzonnen. Nee, maar geregisseerd in de vorm van. Uh, we willen een chronologisch verhaallijntje. Juist. Dus, je uh, moet ja. er wel een aflevering van kunnen maken. Ja. En iedere aflevering heeft een begin en een eind. En daarvoor is er dus wel altijd iemand mee die zegt: Kun je het nog even hierover hebben? Ja. Of zou je even uh, niet kunnen bellen om te vertellen dat, uh, dat je die en die hebt gesproken? Ja. Of uh, zo, ja, zo gaat dat wel. Ja, want je vertelde mij ook dat je best wel baalde van, van best wel wat negatieve reacties zijn geweest. Ja. Um, wat, wat mij dus opviel bij, bij die reality show is dat. Kijk, wij weten hoe dat gemaakt wordt, snap ja. je? Dus, dus je hebt een regisseuse. We kennen ze ook allebei, die twee dames. En die staan erbij. En die staan lekker met je te dollen de hele dag. Ja. Dus er hangt een bepaalde vibe en sfeer. Je waardoor... gaat heel vriendschappelijk met elkaar om. En wij zijn vooral heel amicaal altijd. Ja. ja, dus dan ga je zitten. En dan moet je gaan quoten. En dan wordt er gevraagd, wat vind jij van je broer? En dan zeg jij gewoon... Zoals jij bent, op, met een behoorlijke sarcastische ondertoon. Ja, ik vond het echt irritant. Ik heb dat toch gezegd tegen hem, dat moet je niet doen. Maar dat is gewoon jouw manier van communiceren. Ja. Maar dat kan dan in zo'n uh, zo reality show ineens als heel bot overkomen. Juist. En ik zat daar ook naar te kijken en ik schrok in de zin van: ik denk, oh kut, want dit gaat verkeerd overkomen. Ja. En ik, ja, weet je, ik, ik ken je goed en met mij nog veel mensen om me heen ken je ook goed. En. Ik zie wat daar gebeurt. Het ja. is gewoon, dat is gewoon een, een vorm van sarcasme, ja. cynisme. Je bent gewoon met elkaar aan het dollen en je vrouw kijk, staat achter de camera. En ze heeft ook al drie keer gevraagd van... Uh, wat dacht je toen je in Londen was en Matthijs belde je? Ja, uh, nou ja, kijk, uh, hij pas op, probeert het nog heel leuk uit te leggen met context erbij. Oké, okay, maar vond je, vond je dat dan vervelend? Ja, nou, ik vond het best vervelend, want uh, dus in dit probeert weer uit te leggen. Maar kun je dan irriteren? Nou ja, eigenlijk wel. Eigenlijk vind ik het best irritant. Juist. En dan wordt dat zinnetje wordt er ja. Terwijl ik heb daarvoor vier quotes over ja. exact dezelfde situatie gegeven, waarin ik context proberen te geven, weet je, dus ja. dat is wel het grote verschil. Ja, daar moeten we tegelijkertijd met z'n allen... Ook, denk ik dan niet hypocriet over doen, want we weten hoe televisie gemaakt wordt, maar het is wel voor voor je uh, de mensen die jou volgen en dit is nu met met. Uh... Dingen komen als van je bent in je vlog anders. Dit is dus de reden waarvoor je af en toe anders over kan komen ja. in zo'n reality show. Ja, omdat je ja. klopt. Want ook wat, wat dus vaak mensen zeggen, bijvoorbeeld uh, uit temptation, als ze daar niet goed uit zijn gekomen, zeggen ze altijd, ja, maar dat was de edit. En dat is zeker niet altijd de edit, natuurlijk niet. Maar je kunt in de edit wel echt heel goed iemand uh, bepaalde trekjes van iemand constant laten zien en naar voren laten komen. Als jij iemand in dezelfde aflevering zes keer hetzelfde laat zeggen en uh, je doet dat in een aflevering, dan zit je te kijken als kijker en denk je, jaha, dat heb je nou al vijf keer gezegd. Maar ja, als ze dat constant eruit knippen, weet je wel, je zegt mm. nog honderdduizend andere dingen in ja. zo'n aflevering. Maar um, uiteindelijk worden dingen wel echt goed gevormd met een edit. En dat moet ook, want de kijker moet wel een bepaald idee hebben van de situatie. En ja, mm. je kan moeilijk alles belichten in een half uurtje. Maar dat, betek dat betekent dus wel dat het af en toe wel zo over kan komen. Ja. Maar wat is dan nu je gevoel daarbij? Want je krijgt die reacties. En, um, wat, wat voor een soort reacties krijg je erop dan? Nou, ik moet zeggen dat ik zelf uh, veel positieve reacties heb gehad. Alleen dat op Facebook. Maar ik heb geen Facebook. Mm. Uh, en daar zijn mensen altijd vet hard aan het zeiken. Ja, ja. Um, dat daar wel veel negatieve dingen. Ik heb wel dingen doorgestuurd gekregen. Maar gewoon van ja, ze is super. Um, Anders in de vlogs is veel onaardiger in de serie. Ja. ik wat. Maar ja, dat is dus exact wat jij net als voorbeeld gaf. Ja, ik, maar ik, ik zat er te kijken. En het was wel de, ik dacht: ook van dit gaan mensen wel denken, slechts ja. vinden. Uh, ja, om, om, omdat, omdat het misschien ook wel zo overkomt. Maar het is, het is niet zo. En ik zou die die situatie van, van, van zo'n draaidag, ja, met een gezellige regisseur die zegt, hey, ja, maar, uh, die broer van jou, uh... zo, die was wel irritant, well, ja, hè? ja, was niet handig hè? en ze nee, ja, even serieus, ja, ja, even serieus. Ja. Ja, serieus, die mat, hè, ik heb hem al drie keer gebeld, hap, knip, ja. en dat is nogmaals niet erg, want dat is wel gewoon hoe het gemaakt wordt, maar ik denk ook voor, voor de mensen die dus dat gevoel hadden van, jij bent anders in die vlogs, dat dit wel gewoon een goede verklaring is voor waarom ja. dat misschien zo overkomt. Want er was ook iets met een, een verrassing wat Femke en Matthijs zouden regelen en kijk, tuurlijk, dat is echt super lief. Maar iedereen om mij heen weet dat ik niet van verrassingen hou. Maar goed, kijk, het was bij mij meer. Uh, alle situaties kwamen nee. ik was een weekendje in Londen. Nou, ik ben al een control freak. Dus ik had zoiets van waar Sarah Lise. Um, vervolgens zijn zij ineens. En, uh, en, en ik, oh ja, ik had gezegd tegen Matthijs: zorg even dat je met Sarah Lise naar de stad gaat. Want ze gaan die trap renoveren. Dus dat is niet chill als zij er dan rondloopt, weet je wel. Uh, en um, uh, Lars komt haar ophalen. Dus ik wil ook gewoon, weet je, doe dat lekker in de stad. En het is allemaal makkelijker. En um, er was ja er was nog een reden, ik weet het niet eens meer. En toen vervolgens kreeg ik hem niet te pakken. Mm. Uh, en zegt hij: Ja, ik ben, uh, ik ben nog thuis bij jou. Ik zei: Oké, okay, maar je zou toch naar de stad gaan. Want uh, we hadden allemaal afspraken gemaakt en dingen. Ja, nee, maar ze zijn nu ook aan het filmen voor de serie. Dus ik denk: aan het filmen voor de serie. Hallo. Uh, Sarah Lizzie, je zou ook maar passen. En ik had gezegd: ze gaan die trap renoveren. Dus vervolgens komt ik achter. hadden ze niet moeten doen, trouwens. Die Femke... trap. <laughs> die is lelijk geworden, nou. jongen. Ja, die pantenprins. Nee, ik vind dat leuk. <laughs> vervolgens kom ik achter ook nog Femkin-muisjes. Dus ja. ik zeg: wat is, wat is nou de situatie? Ja, we zijn aan het draaien. Femke is ook hier. is dus ook nog hier. Ja, en ik heb met Lars afgesproken dat hij er hier op. Ik denk, nou straks staan er gewoon tien man in mijn huis. Terwijl ze zijn die trap aan het doen Dus dat is niet de bedoeling. En toen zei ik van, maar wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Ja, een verrassing voor jou. Ja. Hallo. We hadden een afspraak gemaakt. En dan nu. Dus dat vond ik eigenlijk allemaal irritant. En eigenlijk meer vanuit de mensen die de serie maakten. Ik dacht. Jullie hebben een draaidag ingepland en daar wist ik helemaal niks van. Nee. Dus en dan dat... komt het over alsof jij niet dan... blij bent met een verrassing. Ja, dus dat <laughs> komt super ondankbaar over. Terwijl als zij dat gewoon hadden gedaan, super lief, ben ik echt de laatste die ze af gaat lopen pissen. Maar ik had gewoon zoiets van hè? Jullie bedenken en dat zijn verrassingen voor mij gaan uh, fixen voor mijn verjaardag. En jullie gaan ineens draaien. Terwijl ik ja. dat niet weet. En ik zit in het buitenland en ik maak afspraken met partijen. Weet je? Dus ja. dat was gewoon. Maar ja, ik kan die quote natuurlijk niet zeggen: ja, jullie hebben nee. een, een, een verrassing verzonnen. Nee, maar je hebt mij ook nog nooit bedankt voor mijn cadeautjes en zo. Nee joh, zonder gekkigheid. Nee ja, dat, dat is wel hoe het werkt. En daarbij moet ik ook nog wel zeggen van... Kijk, je hebt een bepaalde... Iedereen communiceert op een bepaalde manier met zijn of haar broer. Dat is hetzelfde als dat je wel eens een vriend tegen, tegen zijn moeder hoort snauwen Dat je denkt, zo, dat is even normaal. Ja. Terwijl dat... Ja, soms doe je dat bij mensen van wie je houdt, toch? Zonder dat je direct ja. dan uh, uh, dat heel erg meent of, of niet van diegene houdt. Klopt, dat is inderdaad. Dat je dan met vrienden bent en dan... Uh, ja, maar dat je denkt... Nou... Ja, jij en je broer hebben ook wel een bepaalde manier van communiceren ja. met elkaar. Maar ja, goed, dat doen jullie al zolang als dat jullie elkaar kennen. Ja, wij we zijn met elkaar opgegroeid. Ik bedoel, als 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 er iemand is die mij af mag pissen en ik hem, zeg ja. dat meteen. Ik... Ja, als er ja. iemand over kan je mag pissen, dan jullie het wel, toch? Nou, dan hier dan? Dat doen jullie ook weekend, ja. familie weekend. Hoi, hey, pissen. <laughs> nee, ik vond het enige wat ik wel vind met zo'n reality show is wel, kijk, uh, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Ik zeg ja, maar je, je vertelt wel een hoop. Ja, hè, ik maak een reality show. Dus ja. dat is wel een soort afweging die je maakt. Oké, okay, ik ga beginnen aan een reality show. En dan ook gewoon met de billen bloot, letterlijk ja. figuurlijk. Wat, wat tof is, want ik ben het met je eens. Anders hoef je het niet te doen. Maar ik, ik zit wel te kijken dat ik denk... Oh, ik, ik zou het niet doen. Ja. Ik, 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 zou die, ik zou die behoefte niet voelen. Ik zou denken, nee. oh nee, weg hier. Doen we ja. die mensen niet te weten. Ik heb ook wel eens het gevoel bij jou... Je bent best wel impulsief. Ja, klopt. En, en als iemand jou even motiveert en zegt: Joh, nee, reality show dat is leuk, dat gaan we doen. dan kan ik me helemaal voorstellen dat jij zegt: Ja. Dan wordt die reality show uitgezonden. en denk je: mm, Had ik misschien iets langer over ja. willen nadenken. Ik zeg niet dat je er spijt van nee, hebt. Nee, nee, ik leg nee. Leg je ja, woorden nee. in de mond. Maar je hebt exact, ja, je legt de woorden exact in mijn mond. en het klopt wel. Dus je hebt er spijt van? Nou, ik heb er geen spijt van. <laughs> maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. dat ik niet per se. een heel positief gevoel eraan heb overgehouden. Hmm. Dus. Um, Kijk, ik heb namelijk zoiets van. Ik heb ook wel veel kritiek gekregen op de situatie tussen mij en Lars. Ja. En um, ik snap dat heel goed. Want het is, het is een kwetsbare situatie. En iedereen kan en mag daar iets van vinden. Maar. Um, als mensen uit elkaar gaan. En er is een kind in het spel. Dat is volgens mij nog nooit vlekkeloos gegaan. De mensen die zeggen. Oh, bij ons ging dat vanaf dag één goed. Dat klopt niet. Nee. Dat is gewoon niet zo. Weet je dat? En. Um, ik denk dat ze in die, die serie zijn, ze precies op het moment gaan filmen. dat gewoon alles heel erg. de emoties super hoog waren. En uh, ja, dat het was gewoon een heel kwetsbaar moment. En dat is voor de mensen die zo'n serie maken. Perfect. Ja, die, het was geen beter moment voor je. Maar voor mezelf denk ik achteraf, ja, ik kan natuurlijk eigenlijk ook liever dat ze pas over een paar maanden gingen filmen dat alles rustig was. En dat je dan een soort van een leuke, gezellige serie. En oh, het co ouderschap gaat zo goed. En ja, dat is natuurlijk veel leuker om te laten zien. Maar ja. aan de andere kant, zo is het niet altijd geweest. Nee. nee. Alleen dan is natuurlijk de andere kant van de medaille: van ja, die situatie zit je in. En maar je kiest er wel zelf voor om te laten filmen. Ja. Klopt. En dat, dat, dat Omdat heb ik, ik dus impulsief ben. Ja, en, dat is ja. dat gevoel heb ik dan. Dat jij dat dan veel te impulsief uh, op je hals haalt. Ja. Wat ik wel leuk eraan vind, is het wel gewoon je bent, je bent wel gewoon jezelf. En je hebt er dan ook gewoon scheid aan. Van, ja, dit is nu mijn situatie. Ik ga het niet doen alsof alles mooi en gezellig is. Nee. En dat is wel als je een reality show doet, doe het. Alleen, um, ja, ik, ik vind de reality show, ik vind het gewoon. Uh, ja, ik vind het lastig. Ik heb sowieso. Uh, kijk. Jij bent er natuurlijk sowieso wel iets meer aan gewend, omdat met vloggen heb jij eigenlijk altijd wel. Ik heb Jezelf... altijd zoveel van mezelf laten ja. zien. Ja, en daar hebben mensen altijd een mening over gehad en van alles van gevonden. Um, ja, ik, heb dat, ik heb dat van het begin af aan wat, toch wel iets meer, denk ik. Jij bent sowieso al. altijd meer privé geweest. Um, jij maakt grappige ja. filmpjes. Ja. En. Uh, ja zet de camera aan als je doet alsof je met een banaan zit te bellen ja. en ja niemand weet verder waar jij geboren bent snap je dus dat hey rotterdam gek <laughs> ik dacht in amsterdam nee ja, pleur je op. nee dat is heel anders zeg maar wij zijn denk ik totaal niet met elkaar te vergelijken qua nee. wat we doen nee nee klopt en uh, dat is ja uh, yeah. nee maar daarom denk ik ook dat het voor jou misschien wel wel dichter in straatje lag maar ik zat ik, ik, ik heb dan wel eens iets van ja, ik heb dat ook met, uh, met jazz of zo weet je wel, lijkt mij my ook als dat uit zou gaan lijkt me dat zo irritant dat ik me dus moet gaan verantwoorden naar andere mensen over waarom dat uitgegaan ja. is en wat daar allemaal mis is gegaan of, of niet mis is gegaan. Maar tegelijkertijd ja ik weet ook ja, ik plaats nu ook foto's van uh, ja. Jazzy in de tijd dat we, het, dat we het heel erg leuk hebben. Dus als het dan een keer uitgaat ja moet ik dan weet je dus ja. ik, ik ik vind dat ik vind dat sowieso lastig hoor dat je dat je als je dan publiekelijk Bekend bent dat je dan op de een of andere manier een soort van verantwoording moet ja, afdragen klopt. naar mensen over je leven. Klopt, maar het feit dat ik vanaf het begin af aan zo intens mijn leven heb gedeeld, is natuurlijk wel ook de reden waarom ik uh, er mijn werk van heb kunnen maken. En het is wel waarom ik er geld mee verdien. Omdat mensen het op dat moment ja toch op de een of andere manier wilden zien. Mm -hmm. uh, en ik heb zo erg alles blootgelegd dat ja, ik kan bijna niet meer terug. Nee. Dus dat is eigenlijk, het is eigenlijk mijn verdienmodel geworden om zo open en eerlijk mogelijk te zijn ja. en het achterste van mijn tong te laten zien. Ja. Dus dat, ja, dat is af en toe wel iets wat ik, wat ik lastig vind. En dan denk ik: joh, mocht ik er nou een keer klaar mee zijn, hoe ga ik dat dan in naam doen? Mm. Ja, wat, 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 hebben we er überhaupt ooit wel eens over nagedacht? Stel je voor dat alles weg in elkaar stort ja dan ga ik iets anders doen ja, ja. Bedien, ja. Maar, nee, maar gewoon even oprecht gewoon, ik ben nieuwsgierig wat, wat, ik weet je wat ik dus vroeger altijd wilde worden no. fysiotherapeut ja ja heb je Dragons den gekeken afgelopen ja? weekend ja. ja met die grote dus, ja. test ja ja vond ik niet zo sterk zieke kakker was dat ja. <laughs> ja nee maar ik vond het wel sympathieke gozer. tikke ja. maar ik ja, vond, het, super. Ik vond het, het idee niet sterk ik had een uh, voor de mensen die nu zitten kijken de Dragons Dance programma waarin uh, mensen ideeën pitchen superleuk het beste HBO. idee van Nederland maar dan met vijf investeerders ja. ja. met Michio Peridon onder oh, andere oh ik moest zo lachen ook om die Micho en dan ja, die, uh, die Pieter die dan uh, doet zampies, ah, ja doet het even ja. even de man <laughs> geweldig idee ja. geweldige energie ik doe mee losers ja. hebben uh, losers ja. hebben ja. een uitweg en jij hebt een plan jij hebt een bedoel. excuus we ja. hebben iemand met een plan. Hier <laughs> geloof ik in. Ja, maar dat zijn toffe mensen. Dit is echt zo'n Rotterdammer, is dat ja. joh. Echt toch? Ja, Michel de Peridon is de vader van, uh, van Liz. Liz, ja. ja. Maar uh, nee, die zijn. Uh, uh, dat is dus een programma. Dan mogen mensen een idee pitchen. En dan kunnen ze een investering krijgen van, van vijf vermogende mensen. En uh, die jongen die had een, uh, ja, een tas met een. Uh, uh, ja, een massagetafel, fysiotherapie, tafel ja. erin. En ja, het was een soort platform waar, waarop je, dus fysiotherapie aan huis kon. Had wel sterk geweest als hij al een app had gehad. Ja. mensen dan had, dan had het inderdaad wat meer body. Wat meer water, ja, klopt. Maar ik vind wel een beetje zeg maar. Uh, ik vind het heel erg. Soms heeft het echt een beetje dat beste idee van Nederland gehad. Dat ik denk van luister, zit hier wel echt vijf serieus vermogende mensen. Mm -hmm. En. Uh, ik vind het contrast heel groot als je daar eerst uh, uh, een, een kwakzalver met... Uh, die een fietsbel heeft gemaakt of zo tegenover zet. Ah, oh, of... kwakzalver. Die man die was helemaal nee, genaaid nee. door zijn oude partners. Ja, nee, nee dat, dat was nee. dat was fucking zielig. Vond ik ook. Maar wat hij had bedacht was een plastic bakje. Ja, dat is wel je... Nee, kijk. En uh, niks tegenover hem, hoor. Maar als je dat tegenover uh, die tweeling met dat nanny-platform... vind ik een fantastisch idee. Ja, Serieus. Dat, ja. dat is wat er nodig is in, in dit land, kijk, in deze kom, wereld. Kijk, zie jij daar. Nee, wat een energie, wat een power. Ik vond dat echt een top-idee. Als hier niemand in gaat investeren, dat is zo stom. Gelukkig, deze, alle drie of drie van de vijf. Maar toen had ik wel zoiets van: ja, dat plastic bakje tegenover dit idee vind ik lastig. Of ja, vorige keer is die spoelbak tegen die vliegjes. Ja, dat sloeg. Ja, dan denk ik dat zijn net. Ik snap dat er minder goede ideeën tussen moeten zitten. Want ik kan niet alleen maar geld over de balk smijten. De, het contrast is erg groot. Ja, die, die Michel, die blijven strooien. Ja. strooien. 250, prima, doen we. Geen oh, ja, jij maakt onderkleding voor stoma's? Ja. ja, ik heb veel mensen om me heen met een stoma. Ik investeer. Ja, die was in één aflevering 30 miljoen kwijt. Oh, jij mag ook nog 500.000 euro lenen als je <laughs> wil. Hey, als je nu kijkt naar de zeg maar, recente grote innovaties platforms, apps of whatever. Wat vind jij nou echt een, een, een uitvinding of een merk of iets waarvan ze dat vind ik nou zo tof bedacht? Noemde de cool blues van deze wereld, bol.com uh, weet ik het thuisbezorgd. Uh, ja, wat, wat heb je iets waarvan jij echt denkt van dat vind ik zo geweldig? Uh, nou, waar ik dus echt bij zwer. Sfeer... En is niet gesponsord, by the way. Ik doe hier geen, nee, way, doe hier me, geen is... samenwerking mee. Nee. Ik betaal hier gewoon <laughs> iedere week uh, voor. Maar ik, jij hebt het ook wel eens gebruikt. Maar jij hebt wel een samenwerking met hun gedaan. Wat hè? Dobby. Dobby? Ja, die wasservice. Ja, ja heb ik wel samenwerking mee gedaan, klopt. Maar ik um, heb dat dus wel gezien bij jou. En toen nou, dacht ja. ik, oh, dat is chill. Maar toen deden ze dus nog niet in mijn regio. En het moment dat het kon, nou, kijk, ik heb dus echt een grafhekel aan de was doen. Ik kan het gewoon niet. Alles komt er te, <laughs> alles komt er te klein uit. Of ik uh, zet hem aan, ik ga van huis, ik kom drie dagen later thuis. En die was is beschimmeld. Ik kan het gewoon nee. oprecht niet. Ik weet niet wat er in het droge oh. kan en wat niet. Ja, handdoeken en, en dekbed, dat was ik wel. Nee. Maar met kleding en zo, ja. Ik vind het gewoon, ja, kut. Ja. Dus um, dat is dus een app en dan kun je invoeren. Uh, morgen kom je het ophalen tussen dit en dit tijdvlak. En dan uh, ja, dus prop je een zak vol met je was. Komen ze ophalen en twee dagen later uh, heb je het gestreken en wel terug. Klopt. Ja, ik vond, ik vond het ook waanzinnig. Nee, ja, die hebben, ook, die hebben ook een prijs, Zij hebben volgens mij ook ja. een prijs gewonnen. Een van het... de innovatie-awards, ja. toch? Ja. Nee, maar ik stel die vraag omdat ik, uh, ik, vind, ik vind het ook gewoon... Ik vind oprecht ook in het programma Dragons' Den... Ik, vind, ik word heel erg uh, gemotiveerd ja. van mensen die met zoiets bezig zijn... en die dan ja, gewoon net even de andere kant op hebben gekeken... waardoor ze ineens een, een geniaal ideetje hebben. Ja, hadden. vind ik ook. Ik word daar ook heel gemotiveerd ja. van. Hey, wat is een uh, branche waar je zelf een, uh, een uitvinding aan zou willen doen? Wat, wat vind je interessant als je stel dat je zou gaan ondernemen? Wat zou je een um, leuke hoek vinden? Ik zou heel graag... Ik vind toch beauty wel echt een hele leuke hoek... Ja. En uh, dat is ook iets wat, denk ik, altijd blijft bestaan. Mensen zijn altijd op zoek naar nieuwe dingetjes. Of, en mij lijkt het echt fantastisch om een bepaald product uit te vinden of op de markt te brengen. waarbij uh, wat echt verschil maakt. Dus dat, dat je echt tijd scheelt uh, in de ochtend. Of dat ja. je gewoon iets. Weet je wat Dyson bijvoorbeeld doet met die feuns? Dat is echt. Ja, die maken je haar ook het beste droog. En mm. uh, die maken ook niet een pokkenherrie. En het is gewoon, het is gewoon allemaal goed. Het, het scheelt je tijd, het ziet er mooi uit. Het is gewoon, dat klopt allemaal. Het, het lijkt ja, me echt vet om zoiets te ontwikkelen. een de Monica feun Geuze-feun. Ja, maar dan liever iets met make-up of zo. Oké, okay. ja. Gewoon van die, van die handige producten, weet je wel. Ik weet ook nog wel dat uh, Nivea, die heeft uh, een douchegel... wat ook een body lotion in de een is of zo. Weet je zoiets. Dat is echt wel, ja, zo top... Weet je wat ik dus raar vind? Dus eigenlijk op basis van je, van je bereik en alles wat je hebt gedaan en het merk Monika Geus, want je bent wel echt een merk geworden. Vind ik eigenlijk dat je er nog veel te weinig hebt uitgehaald tot nu toe? Dat is ook zo, maar ik ben wel met dingen bezig. Ja, I know, I know. Nee, maar ik vind wel, ik denk, ik denk dat je zeker in Nederland, uh, het is niet omdat wij nu vrienden zijn dat je in verie reeds zit te proppen, maar ik denk wel Ach, gewoon. Ik voel hem, Fuck. Hoppa, trek hem eruit. <laughs> uh, ik heb een extra grote gedaan, want ik mm. weet dat je. Huh? Dat ik een uitspeerde handen heb. Nogal wat ruimte heb. Je wil weinig <laughs> speling, toch? Nee, ik, uh, ik, ja, ik heb altijd wel het idee... als ik dan kijk bijvoorbeeld naar uh, ja, een, beetje, een beetje open deur misschien... maar Kylie Jenner en dat soort dingen. Ja. Denk ik wel dat jij in Nederland... Uh, wel een, een product misschien al had kunnen lanceren... dat, dat succes had kunnen krijgen. Klopt, maar um, ik geloof er wel echt enorm in... dat je altijd... Iets echt leuk moet vinden, en er echt achter moet zijn. Tot nu toe heb ik dat nog niet echt gevonden. Ik ben nu wel echt. soort van bezig met iets waarvan ik. Ik had echt. dat is echt van de week heb ik het bedacht. Ja. Um, en ik had er ineens weer zoveel zieke motivatie door. Ja. En gewoon wat jij ja. zegt, wat je een beetje hebt. door dat Dragons Denk kijken. Ik had zoiets van: ik wil iets nieuws. Ik wil een, iets nieuws lanceren. wat echt dan een soort van mijn kindje wordt. en waar ik gewoon heel klein in ga beginnen. en dan gewoon zelf dat heel erg ga uitbouwen tot iets groots. Ja. En ik geloof er zo ziek in. en dat je ook weer trots bent op. Die kleine veroveringen die je dan doet met je Zeker. eigen bedrijfje. In plaats van dat je een samenwerking doet met een al bestaand groot merk. Ja, leuk. Maar dat, dat maakt mij echt niet gelukkiger. Nee, ja, we hadden natuurlijk om, uh, ja, een hele tijd geleden begonnen wij daar al een beetje over te praten. Ook over uh, dat, je dit, dat dit gewoon tof is eigenlijk om je eigen merk op te zetten. Ja. En te ondernemen. En als je op een gegeven moment vijf, zes jaar lang ja, gevlogd hebt en filmpjes gemaakt hebt. Dan kom je, ik, ben, ik ben 29 nu. En ik ben nu het afgelopen jaar natuurlijk ook met van alles bezig. En als ja. dat zich een beetje gaat uitrollen, dan, dan ik kijk er zo naar uit, zeg maar, dat ik, dat ik ga ondernemen en dat ja. ik wat meer met andere dingen bezig ga zijn dan alleen maar filmpjes maken op Instagram. Klopt, en, want... Uh, oh nee, sorry, ik praat maar verder. Het vind ik vervelend wat je Ja, weet dat, ik. Moet niet nog een keer <laughs> doen. Nee. nee, maar dat je op basis wel van het bereik wat je gegenereerd hebt, waar je hard voor gewerkt hebt, dat je dat nu kan inzetten om, om een bedrijf of een product te lanceren. Ja. Ik vind dat super interessant. En uh, is dat misschien ook... Je wil nog iets zeggen, nou nee, meer over het ondernemerschap. Ja. Waar jij het dus nu over hebt, is. Uh, mensen zeggen altijd over ons van ja, jonge ondernemers. Ik ben helemaal geen ondernemer, want ik vind dat je een ondernemer bent. Het moment dat je een risico neemt met je eigen geld om dat ook kwijt te kunnen raken. En uh, of juist het te kunnen verdrievoudigen. Ja. Of weet je wel, dus dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik. ik Werk heel veilig samen met merken die al bestaan. Mm -hmm. En loop daarin eigenlijk vrijwel nooit risico. Nee. Maar ik vind dat je echt een ondernemer bent. Als dus je dus het, het geld wat je bij elkaar zelf hebt verdiend. Uh, aan wat je dan nu wellicht doet. dat je dat eens dus gaat, gaat inzetten en denkt: joh, ik, ik neem gewoon dit risico. en ik geloof hier dusdanig in. Ik, ik ga hier mijn geld in pompen. en dan kijken wat eruit komt. Dan vind ik je een ondernemer. Ja. En ja, campagnes doen met merken die al bestaan. Dat is leuk. Maar ik vind dat niet ondernemerschap. En niet sustainable, zoals ze dat dan zeggen. <laughs> nee, maar je wilt toch iets voor de langere termijn? Ja. Ik, ik, zou, ik, zou, uh, ik zou wel wat... Uh, ik zou een product willen hebben waar ik, waarvan ik nu weet... Van, daar ga ik gewoon tot, ja. tot, uh, tot, tot mijn dood mee ligt. door of zo. Ja. Weet je? Hoe vet is dat als je zoiets neer kan zetten? Hey, en is dat misschien dan ook... Uh, we hebben het al even gehad over het vloggen en... Uh, dat je volwassener wordt. En dat je bepaalde dingen die je vroeger leuk vond. Vroeger stor je spekjes bij je niet in de, de melterragen. En, en uh, nu denk je bij jezelf: ik wil een bedrijf beginnen. Is dat misschien ook een soort van een beetje de toekomst? Is dat een beetje het beeld of de visie die je hebt over, ja. over je carrière? Op een gegeven moment wil ik gewoon dat bedrijf hebben. En zelf. Kijk, tuurlijk, het werkt mee dat je dus bereik hebt. En dat is ook de reden waarom je zoiets kunt opzetten. Of waarom ja. je al 10-0 voorstaat op iemand die niet dat bereik heeft. Maar op een gegeven moment wil ik wel dat het, het bedrijf wat ik nu in mijn hoofd heb, dat dat merk dusdanig sterk wordt. Dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of ik daar nou achter zit of iemand anders. Ja. Dat ik gewoon lekker naar de achtergrond kan treden. Um, ja, dat lijkt me op een gegeven moment wel echt lekker. Ik vind het nu nog veel te leuk om met Instagram en YouTube bezig te zijn. Maar op een gegeven moment kan ik me echt wel. Inleven leven in het feit dat ik gewoon eigenlijk door de supermarkt wil kunnen lopen en dat niemand ook maar een flauw idee heeft van wie ik ben, maar dat ik wel een ziek succesvolle ja, werk voor jou gaan we nooit meer vergeten. Nee, dus dat denk ik. Als jij drie jaar gewoon niks doet in de openbaarheid, dan is iedereen je toch weer vergeten. Ja, ja. Dat je, denk ik wel. Als je niet drie jaar een beetje stil blijft. Ja. Jou kennen hè. He? Ja, nou, dat het wel weer af en uh, Achter een vel. Nee, top. Hey, Mo, uh, toch ook nog even lekker uh, een klein stukje spiritualiteit. Oh. Gewoon even voor, uh, hè, om af te toppen. Um, doe jij eigenlijk aan mediteren? Want ik weet dat je best wel bezig bent met spiritualiteit, zelfontwikkeling. Je luistert veel podcasts, leest wat boeken. Maar doe je wel eens mediteren? Nee, nee. Ik heb dat dus wel geprobeerd met die app uh, Headspace. Ja. Um, maar ik heb dat nooit doorgezet. Nee. Jij mediteert wel, hè? Ik heb deze week, zonder grappen, daarvoor wil ik er ook even over praten, ik heb de meest bizarre shit meegemaakt. Wat dan? Ja, ik heb dus ook, ik had altijd die apps, weet je wel. Dus ik was aan het um, mediteren. Meditatie van 18 minuten, altijd s'avonds voordat ik ging pitten. Maar dat was voor mij eigenlijk meer een manier om gewoon mellow te worden, weet je wel. Uh -huh. En dan viel ik in slaap. Maar echt het mediteren, dus ja, een soort van buiten je bewustzijn treden. Wat, Wat... Hoe zou jij mediteren omschrijven? Wat is mediteren? Ja, daar ben ik aan het achterkomen. Okay. Je leest er natuurlijk veel over. Kijk, mediteren, heel veel mensen redden, is goed voor je. Het is lekker en je komt tot rust. En ja, weet je wel, als je het nog dieper gaat, dan kan je buiten jezelf treden en kom je in een ja, soort staat van nul terecht. Je bent mm. niemand, je hebt geen verleden, je hebt geen toekomst. En daar kan je soort van uitstaan en veel mensen beweren dat je jezelf kunt helen, hè? de ziektes kunt oplossen. Voor nou goed, uh, ik lees gewoon van alles en ik vind het allemaal wel interessant om gewoon een beetje informatie op te doen. En ik heb nu sinds kort dat boek van Joe Dispenza. Daar ja, nou ben echt... je helemaal lyrisch van, hè? Ja, ik vind het niet normaal, want die, die, die meditaties van hem, hij, hij focust zich dus op die energiepunten in je lichaam. En of de pijnappelklier in je hersenen. En dat is voor mij, ik, het is voor mij dus voor het eerst gelukt om in mijn eentje echt helemaal eruit te treden. Ik heb het gisteren gehad, gisteravond. Ik ben gisteren, ja? ja, Het is echt niet normaal. Ik heb gewoon mijn moeder opgebeld, Jessie opgebeld, iedereen. Ik lag dus thuis in de woonkamer. Ik denk, ga die meditatie doen als het nog licht is. Dus er kwam een zonnetje van buiten om mijn bol. Toen had ik een meditatie opgezet en dan moest je dus focussen op je energiepunten. En op een gegeven moment begin je dus gewoon een rondje kruisen, ga je naar je buik en dan ga je naar je, je borst en dan hier en dan naar je hoofd. En op een gegeven moment kwam er een stuk in die meditatie dat je je buik moest aanspannen. En je lichaam was, En dan moest je. Ademen, een soort van naar je hoofd toe. Dus dan voelde je de, de adem. voelde je eigenlijk via je ruggenwervel zo je hoofd in gaan. en dan moest je dat daar vasthouden. moest je adem. Ja, ik ga die meditatie naar doorsturen. Uh, moest je adem inhouden. en dan voelde je hier dus alles tinten. en op een gegeven moment. begonnen mijn armen dus. uit zichzelf te bewegen. Maar ik heb dat dus vaker gehad. Dat, ja, het is echt lijp. Dus ze gaan mijn armen zo omhoog. en die maken een soort heel ritueel. en dat is geen grap. Ik merk ook dat ik het doe. Ik ben erbij. Maar het wordt bestuurd. Dus een soort van magnetisch. Hè? Ja, het is, is echt niet normaal. Dus op een gegeven moment had ik mijn arm had ik zo. Uh, in een 90 graden hoek. En daartussen was dus extreem veel energie. En ja, een soort magnetisch veld of zo. Het was zo fucking light. Mo gewoon mijn shirt ging gewoon een soort van omhoog. Als ik met mijn armen langs ging. Dus van die, van de, van die magnetische velden. Hè? En dat is gewoon. Ja, die meditatie duurde iets van drie kwartier. Dat is gewoon de hele tijd doorgaan. En ik was er bewust van dat het gebeurde. Maar ik wilde het niet stoppen of zo. Dus ik liet het gewoon helemaal gebeuren. En ging mijn armen helemaal wijd. En dan weer helemaal naar elkaar. En ik heb daar allemaal shit over opgezocht. Maar ik heb nog niet echt een oorzaak kunnen Ja, nemen. want wat doet het dan eigenlijk ja, voor Ja, dat je? weet ik niet. Ja, weet je. Het is maar net hoe ver uh, je hierin gelooft. En ja. hoe ver je wil gaan. Want ja. ja, leuk dat je armen omhoog gaat. Maar win je daar nog iets mee? Nou ja, ik was te daarna. Dus uh, wat dat betreft, high on your supply. Nee, ik, was echt, <laughs> ik stond echt aan. Want toen ik wakker werd, ging de zon eigenlijk net onder. Dus... Het, de lucht was een soort van blauw-oranje. Van die zon die nog een beetje. En het werd donker. Het, ik, mijn ogen stonden echt zo. Hè? En ik kon dus als ik mijn hand bij een plant hield. merkte ik dat ik nog zo magnetisch was. dat die plant een beetje zo ging bewegen. Echt? Ik, ik zweer het je. Je weet hoe nuchter ik ben. Ik ga dit ja. echt niet verzinnen. Nee, ik, dat nee, Maar ik, ik, werd, ik werd. Ik was ook. Nou, ik was niet in paniek of zo. Want ik had gewoon zoiets van. Flex? Ja, dat ik voor het eerst het idee heb dat ik ergens aan het toewerken ben met die meditatie. Ja, maar wat ja, ja, ja. het dan is, nou, weet ik niet. Precies, want ik wil dus, ik ben er echt ontzettend in geïnteresseerd en ik zou daar echt heel graag me in willen verdiepen, ja. maar ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Dus dan ben ik begonnen met zo'n Headspace-app en dan lees ik tips van, joh, als het je nou niet lukt om, want je moet eigenlijk aan niks denken natuurlijk, ja. als het niet lukt om um, aan uh, niks te denken, dan moet je een woord in je hoofd nemen wat niet bestaat. Dus wat ja. nul betekenis voor jou heeft, dus um, bedenk iets. Gewoon uh, uh, een raar woord. En dan mm -hmm. bedenk ik dat rare woord en dan is het enige wat wat ik dan doe is constant toch associaties maken met... wat kan ik dan van het woord nog maken en wat... wat Klopt. Dus dan ben ik alsnog de hele tijd ermee bezig. Ik vind het zo moeilijk om aan niks te denken. Dat lukt mij bijna niet. Ja, ja wat je kan doen is... ja, ik, ik heb hetzelfde namelijk en dat heeft iedereen. Want je, je, je hersenen zijn dus niet gewend om niet te denken. Het zijn nee. allemaal vaste patronen. En uh, die Joe Spencer beschrijft ook die patronen als een soort... Verslaving bijna. Dus dat je de dat je hersenen verslaafd zijn om te Moet denken. En je constant en te voeden. voeden met ja. een nieuwe vraag of een nieuw iets of een actie. Wat, ja. ja, en wat hij ook beschrijft, dat vind ik dus fucking interessant. Hij zegt dus bijvoorbeeld: mensen die een trauma hebben, en als ze aan dat trauma denken, dan wordt er kort zo aangemaakt, zo'n stresshormoon, toch? Ja. Um, en op een gegeven moment raak je, je lichaam aan gewend. En hoe kut het ook is voor je lichaam, je lichaam hunkert dus op een gegeven moment naar dat stresshormoon blijkt. Okay. Althans, dat is zijn filosofie, voordat de mensen weer roepen, oh, dat klopt niet. Dat is wat hij schrijft in zijn boek. Ik vind dat wel interessant, want het is vaak dat mensen die een trauma hebben ook constant aan dat trauma terugdenken. Ja. En, en, en schrijf... alles wat zij doen, he, komt weer terug of kun je weer terug... Uh, uh, Relaten. Ja, aan dat trauma, een soort van oh ja, je gedraagt je zo in een relatie tot Klopt. je moeder of je vader of je broer of zus of je, je partner, ja, uh, en bla, bla 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 bla, ja dat komt omdat ik destijds dit of dat of weet je dat ja. gaat allemaal terug naar oude tra trauma's. Ja, en die trauma's die zorgen dus vaak ook voor opgehoopte stress, en ik denk ik denk dat dat een best wel logische verklaring is dat dat voor ziektes ook kan zorgen. Ook burn-outs of zo heb je toch heel vaak dat dat inderdaad, uiteindelijk toch achterliggend een trauma is geweest, ja. of iets wat niet goed is afgesloten, of waar niet over gepraat is. Ja, ja, het is natuurlijk gewoon, het is zo'n breed spectrum en, en het is gewoon best wel interessant. Je hebt heel veel verschillende filosofieën erin, maar. Um, wat ik wel grappig vind aan dat boek is dat het, hij probeert dat ook een beetje wetenschappelijk te maken. Dus dat zweverige slash spiritualiteit en mediteren, probeert hij wetenschappelijk te maken. Hij ja. probeert uit te leggen wat dat doet. Maar dat heb ik ook nodig. Ja. Ik kan niet op natte vingerwerk maar ergens van, nou, ik wil gewoon waarom is dit zo? Kun je het ja. wetenschappelijk aantonen? En wat kun je er dan wellicht op een spirituele manier aan doen? Ja, dus in dat boek komt heel erg voor dat je dat je, je cellen in je lichaam kunt aanpassen door positieve gedachten, eigenlijk. Mm. En dat doe je door middel van mediteren. Dus eigenlijk als je in die staat komt van dat je niemand meer bent, dus als je bijna een soort van uit je lichaam treedt thuis voor meditatie, kun je jezelf dus herprogrammeren. Ja, maar dat is dus top, want de enige reden waarom jij je gedraagt hoe je je gedraagt, is inderdaad door wat je hebt meegemaakt, of wat nog je plan is, ja. of uh, wat wat je emoties zijn, of wat voor emoties je bij bepaalde situaties hebt gevoeld. Maar als je inderdaad dat helemaal reset, dan ben je een nieuw mens. Dan ja. hoef je al die bagage niet meer met je mee te dragen. Klopt. Hij zegt ook letterlijk, je kan dus tijdens zo'n meditatie, dan stap je in die, die, die wereld van, van, van niks. En daar kun je gewoon letterlijk zeggen, ik ben dit of ik ben ja, dat. Je kiest zelf wie je bent. Ik en heb deze ziekte niet zo. meer, of ja. ik heb dit gevoel niet meer, ik heb deze stress niet meer. Nou ja, en als je dat dus uh, een jaar of een half jaar uh, onder de knie krijgt, dan staat ook een heel voorwoord uh, in van een Nederlandse vrouw die, die, uh, die dat dus heeft meegemaakt en die allemaal stress had en die door middel van die meditaties daaruit is gekomen. Sick, stuur dit allemaal even lekker naar me door. Ja. Ik, wil, ik ben namelijk zo geïnteresseerd hierin, alleen ik weet niet waar ik moet beginnen bij dit soort dingen. Ja, ik, vind dit, dit, ik zou dit boek uh, ik, ik bestel het boek wel voor. Je. Dit is echt, het is gewoon, ja, ik weet niet, heel wetenschappelijk. Het is wel, en je moet er wel echt even, dus tijd voor nemen, je tijdsverneming moet bijna een soort van denken: oké, okay, ik ga dit boek lezen Studeren. en ik ga opdrachten doen. Ja, ja, ja. Dus gewoon na ieder hoofdstuk ga ik een meditatie doen. En ook als het niet lukt, gewoon denken: fuck it, doe ik het de volgende keer weer of probeer het langer. Je hebt allemaal trucjes. Op een gegeven moment, ik denk ook echt oprecht dat dit net als met alles is. Als je het leert, wordt het makkelijker toch? Ja, maar ik heb nu, kijk, dus ik kan nog niet zeggen waar ik naar nou op zoek ben. Want ik, nee. ik heb op dit moment ja, geen echte onderliggende trauma's. Geen shit die ik wil oplossen. Maar ik wil gewoon ervaren wat het is als je volledig uitstaat. Ja, en ik wil wel een keer die stap maken naar die, die soort herprogrammering. Van, ja, of ja. gewoon voelen dat je. Hij beschrijft ook over visioenen die hij gehad heeft. Dan zag hij zichzelf vroeger en. Ja, ik vind dat een soort, hij noemt het dan mystieke ervaringen. Mm -hmm. En dat hoor je natuurlijk wel van heel veel mensen die heel ver zijn in meditaties en zo. Fuck interessant. Dus ik, ik ga dat boek wel even voor je kopen. Ik vind dat ook want um, uiteindelijk, het klinkt zo zweverig, maar de wereld heeft zoveel meer te bieden dan hier gewoon zijn en doen wat er van je verwacht wordt, ja. je kunt, zeg maar, met je, met je eigen gedachten zoveel meer uit het leven halen. Of, uh, Klopt. Ja, ik weet niet, dat vind ik zo bizar. En het is eigenlijk zonde om dat niet te doen. Toch? Zeker, want um, je leven is toch een registratie van je gedachten. Ja, oh, hier had ik het laatst over inderdaad. Dat ik zoiets had van: um, ik vind het best wel raar of eng hoe je gedachten jou in de steek kunnen laten. Dus zeg maar, ja. als jij een bepaalde herinnering niet meer hebt dan Is het eigenlijk niks waard dat dat ooit gebeurd is, dus het enige wat je hebt, is wat er in je hoofd zit, mm -hmm. en dat is toch wie jou maakt tot wie je bent, zeg maar. Dat is toch zo gek, eigenlijk? Ja. Dat als jij bepaalde dingen niet meer weet of vergeten bent, dan zijn, dan zijn ze er niet meer. Klopt dat, is toch raar? Ja, dat is ja, maar mo, dit is zo als je daarover na gaat denken. Dan is, dan is begrip tijd is, wat je wat is, niks. Tijd? wie heeft dat ooit bedacht, en waarom is het zo? Want je kan alles doen wanneer je dat wil, en de, er zijn geen jaren of dat is zo ingeprogrammeerd eigenlijk dat je waarde hecht aan een uurtje. Ja. Waarom boeit dat? Ik ik probeer het ook anders te zien tegenwoordig. Ik probeer dat hele leven gewoon niet zozeer als een, als een race tegen de klok te zien, maar meer als een soort van uh, reis waarin je jezelf blijft ontwikkelen. Je bent op een gegeven moment je wordt geboren, je bent kind en naarmate je ouder wordt, zeg je toch ook van ik ben daar overheen gegroeid. Ja. Maar dat heeft ook met zelfontwikkeling te maken en uiteindelijk denk ik dat, dat, dat je ook nooit echt serieus nooit uitgeleerd bent. Nee, dit is gewoon eigenlijk jouw tijd, jouw speeltijd in het leven. Ja. We, daarom bouw ik dus ook nog harder van die coronacrisis. Ik ben me daar een soort van steeds bewuster van aan te raken. Misschien mm. ook wel door die coronacrisis. En dan denk ik, ik vind het godverdomme zonde van mijn tijd... Ja. dat we niks kunnen doen. En uh, Het is eigenlijk gewoon, je wilt toch leven? Klopt. Ja, ik de, maar ik denk dat... De, ik, heb, nee, maar ik heb het zelf door, je, je weet dat ik ook echt tegen het plafond aanknal af en toe. Um, maar ik denk wel even dat, dat het coronavirus en alles eromheen, um, zeg eromheen, maar, Wat het doet met mensen. Dus dat, dat je, je gaat heel veel reflecteren, toch? Over je ja. leven. Je gaat heel ja, ja, ja. veel nadenken over shit. Ja, en ook heel veel mensen die nu zich realiseren van wow, al die kansloze meetings en koffietjes die ik overal doe. je ja. kan gewoon in de call. Je ja. kunnen gewoon allemaal thuis blijven op die maandagochtend. En weet je wel, gewoon allemaal efficiënter. Klopt. Dus ik denk, ja, ik weet niet. Ik heb dan zoiets van ja, het is nu aan de gang. Uh, ik kan er zelf vanuit mijn zolderkamer hier niks aan doen op dit moment, helaas. Je hebt niet eens een zolderpik. Jawel, ik heb wel een zolderbroer. Je kent mijn huis niet eens. <laughs> <laughs> maar ik heb, uh, ja, ik heb zoiets van... Ja, laten we dat dan maar een soort van... Uh, uh, ja, tussen de lijntjes door positieve dingen inzien. Maar uh, ja. Nee, klopt. Is ook zo. Ik heb ook wel heel erg dat ik denk van... Oprecht, ik weet zo erg dat ik hier niks aan kan doen. Dus het enige wat ik kan doen is inderdaad iedere ochtend wakker worden, zeg maar gewoon letterlijk hardop tegen jezelf van het leven is leuk. Ik ga vandaag ga ik me leuk aankleden, lekker make-upje op smeren en ik ga een leuke dag hebben. Ja. Dat is het enige wat je kunt doen. Terwijl ik ook wel om me heen merk, weet je wel, ik had laatst heel erg toen was ik met jou aan de telefoon en Jij bent eigenlijk altijd wel de positieve van ons twee die mij uit de stront en de negativiteit trekt. Maar ik merkte dat jij eigenlijk ineens zoiets had van, ja, ik ben het wel echt zat. En dat ik aan mezelf merkte, ik dacht, oh, nou, ja. joh, kom op. Weet je wel, oh, even die schouders eronder. Je gaat er nu toch niks aan kunnen doen. En uh, laat maar gewoon dat ik dacht van, oh, de, de meest positieve mensen om me heen zijn zelfs ook een beetje. Meh, ja, ik had, ik had het op een gegeven moment, ik vond het heel erg lastig dat ik, uh, dat ik merkte dat ik. Eigenlijk niet wilde klagen, maar dat ik toch voelde dat ik in een soort van spiraal zat of zo. En, en dat mijn wereldje een soort van heel klein was geworden. Ik ben, ja. gewen, ik ben gewoon zo gewend overal naartoe te kunnen. En ik merkte nu dat mijn dagelijkse dingen... Ja, ik sta op met een koude douche. Ik doe die ademhalingsoefeningen van Hoezo Wim Hof. doe je dat? Ja, voor je immuunsysteem. Ik, 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 uh, ik, ik geloof heilig in uh, die theorie van Wim Hof. Mm -hmm. die, uh, die koude douche en die ademhalingsoefeningen. Ik doe dat iedere ochtend. Ik sta nu gewoon echt zonder problemen 2,5 tot 3 minuten onder echt een ijs, ijskoude douche. En merk je daar zelf iets ja, van? Je, wordt gewoon je krijgt gewoon zo'n bizarre adrenalinestoot als je onder die douche vandaan komt. Je hebt een pik van 2 centimeter, maar voor de rest. <laughs> uh, <laughs> maar voor de rest, je loopt die douche uit. Je, 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 je hebt echt gewoon zin om te beginnen. Ik ja. ga ook al schreeuwen, ik gelijk wel zo'n een moori. Ik sta altijd zo voor de spiegel. Ah! Doe je dat echt? Ja, dat, dat wekt het op bij je. En dan denk je van ja, dit ja, is mijn dag. Het wordt is gewoon die, die, ik, ja. die rush, weet je wel, die, die adrenaline rush. Want je lichaam gaat als een gek van oh, wat gebeurt, wat gebeurt. Dus je gaat bloed pompen volgens mij. En, en dan krijg je van die, ja, ja, dat heeft een effect. En dat zorgt voor een adrenaline kick. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk ochtends gewoon direct een soort van aanstaat en wakker bent. Ja. En dan doe ik daarvoor, doe ik die ademhalingsoefeningen. En dat is ook voor je immuunsysteem. En dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Um, dat dat werkt. Dus voor de mensen die daar interesse in hebben... moet je maar eens opzoeken, die Wim Hof methode... en alles wat daaraan vasthoudt. Maar dat doe ik en um, dan ga ik hardlopen. Uh, vaak, sinds kort ook. Hoe lang doe je dat dan? Ja, vijf, vijf kilometer, rond je bos. En dan, um, dan kom ik terug. Ja, dan doe ik wat belletjes voor werk, voor zover het kan. Dan uh, probeer ik uh, mezelf nuttig te maken. Ga ik nu ideeën bedenken of zo. Maar dan is het vaak vijf uur s'avonds Dan ga ik koken omdat ik dan denk je, ja, dat verveel ik maar dan ga ik al eens koken om vijf uur. Dat is echt ja. een Hollands pot. weet je ja, Dat doe wel. ik ook hoor. Dus gisteren gewoon om zes uur met een bordje op schoot. Ja, dan doe ik gewoon een uur over een uitje. Want ja. dat dan soort van, dan ben ik aan het werk. Dan doe ik, maak ik mezelf nutten. Maar dan heb ik gegeten om zeven uur en dan denk je. Ja, het, voelt, het voelt niet rond mijn dag. Weet je wel, ik, ik, heb, ik, heb, ik, ik wil meer. Ik wil ik wilde meer uit aan. Op een gegeven moment begon ik daar een beetje een soort van. merkte ik op een soort negatieve spiraal terecht kwam ofzo, dat ik niet echt meer uitkwam. Ja. Maar ook wel, uh, ik ben daar ook, ook wel een beetje een borderline in geweest de afgelopen tijd. Want de ene dag ben je. Het, ja, voel je gewoon prima wat jij zegt. Dan denk je, ja, jongens, we hebben gewoon niks te klagen en uh, voor uh, hè, we moeten blij zijn en we kunnen nog van alles. We mogen hier van onderbuiten. Je mag nog een rondje lopen. En het andere moment denk je, goh, ja, als, klopt. Uh... ja, klopt. Ik heb ook wel. Het ene moment ben ik heel positief en dan het andere moment kan ik er gewoon niks aan doen dat ik me niet zo voel. Ja. Dan zegt alles in mij van ik ben dit zat, jong. Ja, dat is gewoon echt. Uh, en dan probeer ik mezelf zo weer van oké, okay, kom op. Weet je hoe erg is het nou, uh, ja, ja. Wat is nou inderdaad het allerergste? Ja, dat je niet uh, uh, op werkreisjes kunt. Of dat je niet gewoon uh, op vakantie kunt. Of dat je niet op een terras kan gaan zitten. Ja, mm. ik heb een hartstikke lekker dakterras. En ik kan zelf ook wel een fles wijn opentrekken. <laughs> en dat gebeurt ook. Nou, zeker. En ik moet zeggen. Ik heb het idee dat iedereen ook wel geld bespaart. Uh, ja, en dat is dat tegelijkertijd... Nu begin daarover... ik wel echt te online shoppen ook als een malle. Ja, maar dat is het grote probleem dat we geld besparen. Ja. Dat is waarom al, al onze horecaondernemers nu geen cent ja. verdienen. En dat vind ik wel echt kut. Uh, maar niet alleen horecaondernemers, iedere ondernemer of Iedereen die hier last van heeft. Ja, gewoon iedereen die hier van uh, iets van in zijn portemonnee voelt. Ja. Want elke branche wordt getroffen. Dat, weet je wat, het enige rare is, uh, onze branche wordt getroffen, uh, horecabranche, de hele economie. Dus het is zo heftig. Uh, dat, ieder, dat voel ik wel. Er is een soort van... Ja. Go, uh, hoe zeg je dat ook weer? Gehoorzaamheid? Nee? Gehoor... Samenhorigheid. Sa Jezus. Samenhorigheid. <laughs> Samenhorigheid onder iedereen. Want iedereen weet gewoon. Als dit te lang duurt. Hebben we allemaal echt wel een probleem op ten duur. Weet je wel. Ja. Maar dat is ook wel weer een beetje back-to-basic. Dan starten we weer lekker allemaal opnieuw. toe. We zijn hier ooit gekomen met z'n allen. Ja. Ik ging helemaal stuk. Mijn broer belde me op. Hij zegt. Mijn broer zegt van. Waar maken, wij, waar maken wij ons in deze wereld eigenlijk druk om? Hij zegt, wat, wat heb je dan echt specifiek nodig nu? Hij zegt, eten. Ja. Je hebt ook geen toiletpapier nodig, want je kan je, je hol gewoon afspoelen met, 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 in de sloot. Hij zegt, als het, als het er echt op aan zou komen. Nou, die broer van jou, jeetje. Nee, maar als het er echt op aan zou komen. Nee, eh, precies, wat wat want... leveren we dan in? Ja, je auto lever je in, je televisie lever je in. Eh, dat, 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 dat iets te grote huis wat je had bijvoorbeeld. Ja, uiteindelijk... Je hebt elkaar wel. Ja, en uh, het is ook ooit begonnen met jagers en verzamelaars die uh, uh, een koe met z'n tiener gingen slachten en uh, hun strontweertjes stonden schoon te vegen. Maar uiteindelijk zijn we wel hier beland. Ja. Dus dat is ook ooit begonnen met niks. Ja. ja, ik hoop wel. En ik hoop wel, wat ik wel echt belangrijk vind, is gewoon mensen moeten naar buiten. En ik hoop echt dat mensen straks weer naar buiten mogen. Ik hoop het voor de kinderen die nu thuis zitten, misschien uh, wel ouders hebben die niet zo uh, lief voor ze zijn uh, om het ja. zacht uit te... Zacht uit te drukken. Kijk, en ik zag die reclames waar uh, al die BN'ers aan meewerken. We hebben het er ook over gehad. Yeah. Die daar roepen van. Uh, ja, blijf thuis. Ja, die zitten in, hun, uh, in die villa wijken, zitten ze in die grote tuinen. Yeah. Zitten ze thuis. Ja, als jij vier hoog achter zit. Ja. met een heel gezin, ja dan wil je toch echt dat je kinderen naar buiten kunnen Brood. en dat ze gewoon lekker kunnen wandelen. Dus ik, en leuk dat jij uh, je kinderen lekker in de tuin uh, van alles kan laten doen, maar Precies. ja, dat is de kunst van het thuisblijven is dan natuurlijk heel anders dan. Uh, ja, ja. Dat, moet, dat vind ik een beetje, ik weet niet, dat dat vind ik een beetje hypocriet. En dan heb ik wel eens iets van, ik hoop echt dat iedereen zo snel mogelijk gewoon ja. naar buiten mag. En ik snap en... die boodschap met blijf thuis, absoluut. Alleen, ja, of dat inderdaad. Dat zou je eigenlijk dus moeten doen met mensen waarbij het veel lastiger is om thuis te zitten. Um, die weet ik veel tips delen over hoe je het leuker kunt maken. In plaats van yeah. een BN'er met 6 miljoen op de bank. Die. Uh, Bitterballen zitten vreten in de tuin. Alleen ah, ben ik ook wel een beetje klaar met alle tips van wat je thuis kan doen. Ik weet niet, ik, heb ja, ik ben ook gewoon een beetje klaar met alle initiatieven. En, 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 en de, de, ja, we doen dit nu via de vlog. En ja. we doen nu online dit. Het is leuk, het is geweldig dat het kan. Maar in die end wil je als mens gewoon naar buiten. Gewoon doen. Zon. Ja. En ik hoop wel... Het is ook niet gezond voor mensen nee. deze, deze isolatie. En ook voor kinderen. Zeg, zeg maar, Sarah Lissie, die zit nu op een leeftijd dat ze... Uh, volgens mij een beetje dat sociale aspect begint te ontwikkelen, als in gedag zeggen tegen mensen, uh, ja. mensen herkennen, uh, een gesprekje voeren, alsjeblieft, dank je wel, met je dat. Maar zij groeit nu op in een wereld waarin ik niet wil dat zij vlak bij iemand komt. Nee. Als zij te dicht bij iemand komt, zeg ik nee 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 nee, doe maar niet, kom maar hier, kom maar hier. Dat is heel raar. Ja, dat jij wel heel erg bang gemaakt worden. Ja, als wij in de supermarkt lopen, ben ik constant, kom in dat karretje en dan gaat zij weer janken. Nee, ik wil gewoon door de supermarkt lopen. Maar ja, ik zie iedereen om me heen kijken van, hou je fucking kind beet. Ja, dat lukt niet altijd. Want in de ene hand heb ik een, een kinderwagen, de andere hand die kar. Ja, dat kind wil ook niet alles wat ik wil dat zij doet. Dus dat is. Hey ja, maar is waardeloos veel dit. Ja. En dit gaat ook niet. Dit uh, die anderhalve meter samenleving. Uh... Dat kan. Het, het, het klinkt allemaal fantastisch, maar nee, dat ik, ook niet. Ik, ik, nee, het klinkt ook niet <laughs> fantastisch. Het klinkt verschrikkelijk. En maar ik word daar word ik echt een beetje treurig van. Ja. En ik nee, ik heb nu niet de oplossing. Uh, uh, ik, hoop, ik kan alleen maar hopen dat we en dit, trouwens ik weet ook niet of wanneer we dit precies gaan uitzetten misschien er gebeurt veel hè, nu per dag dus wellicht als ja. dit wordt uitgezonden zijn we alweer een hoop stuk verder ik hoop dat uh, in ieder geval de kids in ieder geval snel weer gewoon naar buiten kunnen en een school mogen en een normaal leven kunnen leiden ja, en daarna de ondernemers toch wel weer heel snel gewoon aan de slag ja. kunnen oké okay. nou dat is een mooi moment om het af te sluiten denk ik zo ik dacht, we gaan... ik vond het eigenlijk wel lekker dat we helemaal nul over die corona-ellende hebben gehad. Maar ja, ik, moest ik wilde het eigenlijk even... ook even. Ja, je, je ontkomt er niet aan. Ja, misschien knip ik het ook wel uit. Nou, nah, flikker op. Hoezo? Zit ik hier uh, 20 minuten van kostbare tijd over coronacrisis uh, uit te sloven? Nee, we hadden het heel lekker over spiritualiteit. Gehad. Ik vind dit echt leuk. Ja. Ik zou eigenlijk een podcastje met jou willen. Oké. Okay. En dan? Nou, ik merk samen... dat ik de enige enthousiast ben. Nee, ja, uh, ik, ben, uh, ik moet gewoon even op me laten inwerken. <laughs> Nee, ik maak graag kwaliteit, dus dan zit je toch al een beetje. Eh. <laughs> en wat wat je dan willen. De Kylie Monica podcast. Gewoon een beetje oude hoeren. Ja, ik weet niet of mensen dat leuk vinden om te horen. Ik vind dit in ieder geval gezellig. Nou, anders zenden we het toch gewoon niet uit. Neem het gewoon alleen op. Voor ons eigen archief. Ja. Ja. <laughs> je zet het gewoon op, op een afgesloten YouTube kanaal. Ja. Kunnen we een beetje naar onszelf kijken. Zo was echt een goed gesprek hè? Zo. Je had echt een goed punt doen. Je bent echt sterk, man. Je moet je politiek nu, in. Zullen we nu gaan even. Lijkt het jou leuk om de politiek in te gaan? Totaal niet. Nee. Oh, maar nee. lijkt dat fabulous. En in de politiek kan je denk ik nooit kan je het nooit helemaal goed doen, snap je? Nee, klopt. Maar uh, dat is toch juist ook wel leuk? Nee. Nee, natuurlijk. Het je kan, nee, nee, dat is ook zo. Ik snap wat je, wat je zegt, maar nee, die, die, die taak voel ik niet. En er zijn. Nee? Ik denk ook dat er andere mensen zijn die er beter in zijn. En, uh, ik ongetwijfeld. Die, ik heb die behoefte helemaal niet. Oh. Nee, Nee, jij wel? Ja. De Monica partij. Nou, kijk, okay. nu maak ik het natuurlijk weer allemaal heel erg cynisch. En hahaha, ha, ha, domme trut. Uh, niemand gaat op jouw stemmen. Zo, je hebben een goed zelfbeeld, want ik zei dat niet. <laughs> <laughs> je moet naar jezelf gaan werken, meisje. Naar jezelf gaan werken, gaat meis. meis. He, meis. <racht> nee, uh, ik hoef niet een, een, een eigen partij. En ik moet zeggen dat ik ook helemaal niet goed genoeg ingelezen ben in de politiek om nee, daar precies. nu harde uitspraken over te doen. Maar wil ook niet. Ik vind het wel heel interessant. En ik wil me daar wel echt meer in verdiepen. Echt waar? Ja, ik vind politiek echt. Dat is toch wat bepaalt hoe het allemaal gaat in dit land. En ja, uiteindelijk. Dat zeggen ze. Ja, jij bent weer zo'n sceptische hond die zegt van... joh, het is allemaal een toneelstuk. Nou, en we nee, nee, helemaal niet. Het is, het, het, ik vind ook gewoon wel dat je moet stemmen. En ja, als je, mensen die roepen, ja, de stem heeft toch geen recht. Oh, ja. dan vind ik je toch zo'n balzak. Ja, ja mijn het's... stem, wat maakt mijn ene stem nou uit? Ja, en met jou nog uh, 1 miljoen stumpers die dat soort onzin uitkramen. Ja, ja, stem ja, ja. gewoon. Ja, ja. Wees dankbaar voor dat recht. Kom aan. Nee, stemrecht is, stemrecht is fantastisch. Oprecht. Zeker. Oprecht. Alleen ik, 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 ik heb niet. Ik, voel jij als je. Voel jij als je je stem uitbrengt. dat je dan. Uh, enigszins impact hebt op wat er in Nederland gebeurt? Voel je dat echt? Heb je dat gevoel. heel sterk? Of is het. Ik doe het omdat ik het stom vind om het niet te doen. Nee, dat snap en, ik. Uh, ongeacht wat dan de uitslag is. en dat is dat dat misschien niet altijd. de partij is waar je op stemt. Um, heb je toch wel jouw. Uh, voorkeur laten weten. Ja. Heb jij toch jouw stem uitgebracht? En ik denk toch dat dat heel waardevol is. Zeker. En ik vind eigenlijk dat het... Uh, ik snap dat het allemaal lastig is met stemmen tellen... en uh, om dat allemaal juist te doen. Nou ja, dat, ik geloof nog niet eens dat daarin gesjoemeld wordt. Het vraagt me gewoon wel eens af wat het daadwerkelijk... Kijk, wat, mijn punt is eigenlijk op het moment dat de campagne gevoerd wordt... dus dat je moet gaan stemmen... Is iedereen bezig letterlijk met stemmen winnen? Toch? Mm -hmm. Zieltjes winnen. Ja. Dan worden er allerlei beloftes gedaan. Dan wordt er heel erg ingespeeld op de emotie van de mensen. Dus ze kijken gewoon bijvoorbeeld. Uh, ik zeg even wat: VVD stort zich heel erg op de. zet zich heel erg in voor de ondernemers. En, dus je speelt eigenlijk op een soort emotie die er dan. Ja. Uh, Hangt of heerst in die groep die op jou stemt. Klopt. En vervolgens op het moment dat je dan gekozen bent, moet je met al die andere partijen alsnog ja. in overleg. En al die heftige standpunten die je dan had ingenomen en al die blots die je hebt gedaan. Die gaan vaak gelijk de prullenbak in. Omdat die andere partijen daar niet. Klopt. Dus dat is mijn punt met van, ja, je kan stemmen op een partij. Maar dat betekent niet altijd dat die partij dan ook daadwerkelijk gaat uitvoeren wat ze je beloofd hebben. Nee. En ik denk dat dat ook de reden is dat mensen roepen: ja, maar stem telt niet ben ik het alsnog mee eens met jou dat je alsnog, ondanks dat, toch moet stemmen. Klopt. En ik denk dat je niet per se zou moeten stemmen op die beloftes die daar gemaakt worden. Want je weet toch zelf ook als normaal nadenkend mens dat negen van de tien dingen waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Omdat inderdaad er ook nog andere partijen mee in moeten stemmen. Maar ik denk dat je vooral moet stemmen op een partij waarvan jij denkt dat het de meeste raakvlakken heeft. En waar ja. jij het beste in, in kunt vinden. Ja. En dat je niet blind op die beloftes af moet gaan. Want ja, wat dat betreft telt je stem inderdaad niet zo. Nee. Ja. Oké. Okay. Dan, dan zou ik hem toch weer proberen af te sluiten eigenlijk hier. Bij deze. Ja? Ga je dat nu doen? Jij wilde blijven zitten. Ik vind het wel gezellig. Oké. Okay, nou, uh, lieve mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Ik pak deze camera voor het eerst maar eens eventjes. Monika, jij hartstikke bedankt dat je een van mijn eerste gasten wilde zijn. Jij bedankt, Poenie. En uh, mensen, toch misschien nog leuk om te zeggen. Monika en ik gaan over een tijdje iets heel erg leuks doen samen. Ja. Uh, iets compleet nieuws, dus keep in touch. Dat ja, nee, dit wordt echt serieus. Dit nee, wordt echt leuk. Ik denk dat mensen die het leuk vinden om naar deze podcast te luisteren, dat serieus heel vet gaan vinden. Ja, ja inderdaad, toch? Klopt. Ik denk dat het wel. Ja, dat het is, is. Een dat, logische stap. Ja, dat is het enige wat we kunnen meegeven. Een vleugje van wat er in deze podcast is besproken, ga je terugzien in hetgeen wat wij gaan doen samen binnenkort. En nee, we gaan geen politieke partij opstarten samen. En nee, geen podcast samen. En nee, nou, hoezo niet? Voorlopig. Nou, dat kan toch vanuit wat we gaan doen? Kan, Sorry zeker, hoor. Zeker ja. Het zou stom zijn om dat niet te doen. Ja, heel hebt, eerlijk. Je hebt gelijk. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, je hoort van ons. Doei doei! Later.